ik las, we hebben het een tijdje geleden hebben het gehad over dat telefoonaanbieders, mobiele telefoonaanbieders, dat die zo verschrikkelijk slecht zijn. Ja. En dat die niet bezig zijn met ons de diensten te leveren die we willen hebben, mm-hmm. maar alleen maar bezig zijn met gigantische winstmarges behalen. Ja. En zo min mogelijk daarvoor doen. Precies, ja. Dus in plaats van kijken van wat willen mensen, we maken het zo duur mogelijk om, dat is wat ze dus maken, nu zo duur mogelijk om die dingen die mensen nu eenmaal willen, om die dan te kunnen gebruiken. Ja. En nu zag ik vandaag ineens een tweet dat Robert Gaal een nieuw bedrijf is begonnen. Wat een, ik weet niet precies hoe hij het gaat doen, maar het wordt een concurrent van mobiele telefoonaanbieders. Oh. En dat is echt heel erg veelbelovend. Ik kijk hier heel erg naar uit. Het is fantastisch nieuws. Oké, en hoe is dat anders? Want Robert Gaal, dat is iemand waar je kwaliteit van mag verwachten? Of? Het is wel een slimme kerel. Wat ik, tenminste, hij ziet kansen. Hij heeft ooit eens al een start-up gehad. En volgens mij, hij snapt hoe het in elkaar zit. En hij wil ook, wat hij echt in die mission statement van ze schrijft, is dat ze gewoon, ze willen goede diensten bieden. Ze willen gewoon doen wat mensen willen. Ja, precies. Dat willen ze aanbieden. Bijvoorbeeld nul belminuten, maar wel ongelimiteerd internet. Nou ja, of gewoon. Dat is het eigenlijk. Ah, okay. Wat inderdaad ook zo is. Zat ik met Katrien, die wilde een nieuwe telefoon. Ja. De oude iPhone was echt verouderd en die wilde nu een nieuwe iPhone. Mm-hmm. En toen gingen we eens kijken van hoe dat dan zat. En dat was dan gewoon bij T-Mobile, waar ze al zat, wilden we abonnement eigenlijk verlengen. Of wilde zij dan? Zij wilde het abonnement verlengen. Ja. Dat was moeilijk van hoe dat dan moet. En dan had ze op een gegeven moment, als je een nieuw abonnement aanvroeg met 200 belminuten, dan moest je €140 betalen voor de telefoon of zo. Ja, ja. Als je haar contract verlengde met 200 belminuten, dan was het duurder dan als je een nieuw contract nam. Ja. Echt volkomen willekeurige, of niet eens zozeer willekeurig, duidelijk allemaal rare dingetjes die net afwijken, alleen maar op gericht zijn dat je zoveel mogelijk geld bij hun achterlaat en dat je zo min mogelijk diensten van ze afneemt. Ja. Voor zoveel mogelijk geld. Echt gewoon. Hey, dat is bij allemaal, hè? Dus dit is, ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, maar een van de vorige keren had ik er ook over, want ik wilde dat ook. Ja. Uiteindelijk heb ik een SIM-only abonnement genomen. Ja, 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 ja. Want het is inderdaad op een gegeven moment, en dat is een jaar of zo geleden, hebben alle, dus helemaal niet afgesproken met, elkaar, nee. Hebben ze met z'n allen de voorwaarden veranderd. En dat betekent, internet is niet meer zonder limiet. En het mooie eraan is dat ze het nog wel, ze noemen het wel nog ongelimiteerd. Noemen ze het ongelimiteerd internet. En dan kijk je wat het betekent. En dan betekent het dat het niet ongelimiteerd is. Nee, precies. Of ongelimiteerd als je bijvoorbeeld, wow, marketeers. Hoe kunnen die mensen zelf leven? Het is absurd. Overigens, als wij het mis hebben, want het kan heel goed, hè. Het kan heel goed zijn dat er ergens dat we het verkeerd hebben begrepen of zo. Laat het ons alsjeblieft weten. Oh ja, laat het ons weten. Want wij zijn ook maar mensen. Maar wat wij zien is, of wat ik in elk geval zag, is van ja, dus als ik ongelimiteerd internet wil hebben, dat betekent dat ik een abonnement met 9 miljard belminuten moet afnemen. Ja. En dat is een beetje die triple play-achtige houding, weet je wel. Dus als je, je wilt bellen, oh, weet je wat, dat is veel goedkoper als je ook televisie en internet afneemt. Ja. Dude, zeg nee, ik wil bellen. Ja. En zo goedkoop mogelijk AUB. Echt. Maar goed. Dat krijg je als bedrijven niet bezig zijn met diensten verlenen, maar als ze bezig zijn met geld verdienen. Ja, precies. En dus als ze, en eigenlijk wat ze doen, is ze koppelen zo'n beetje de
werkwijze van Google, hè, die openlijk eigenlijk zegt van jij bent het product en we verdienen ons geld met advertenties. Precies. Dat koppelen ze aan een betaalmethode. Dus dit is twee keer kut voor de consument. Ja. Dus ze doen van alles met jouw gegevens. En je mag er nog voor betalen. En je moet er ook nog heel veel voor betalen. Klote bedrijven. Maar ja, dat is echt, dat is, zijn... Ja, ja, let op hoor, je kan de droefviolen kan je al uit het vet halen. Want binnenkort wordt een heel zielig liedje gespeeld over de communicatiesector. Omdat alles veel minder wordt en dat ze minder verdienen. Blah, blah, blah.